probeert te schrijven over die reizen, want dat leek me niet interessant. Ik heb gewoon de thema's over wat ik altijd al geschreven heb proberen door te trekken. Ja, en alleen de titel verwijst dan naar je verder reizen, allemaal Noord en Zuid. En Noord en Zuid is voor mij een goede albumtitel, heeft een aantal interpretaties en één ervan is inderdaad verwijst naar het hectische leven op de baan eigenlijk. Maar eigenlijk komt oorspronkelijk uit een nummer over België geschreven. Dat omdat we in België de laatste jaren met serieuze problemen tussen het Vlaamse noorden en het Franstalige zuiden zitten. Ja. Ik heb daar een nummer aan gewijd en heeft toch wel te maken van deze plaat tegen die problemen. Ja. Is dat zo? Ja, voor mij het is een heel gek gevoel om iets wat je als vanzelfsprekend beschouwt, ineens te zien afbrokkelen voor je ogen. Het is de laatste jaren toch een beetje aan de hand aan het lopen. En ik had gewoon de behoefte om dat ongeduld en die frustratie ten opzichte van die evolutie toch eens op muziek te zetten. Ja. We gaan zo meteen ook luisteren naar je nieuwe single, You and Me in My Pocket. Ik had ineens een inval en